Binnen de landschapsfotografie en dus ook binnen deze cursus maken we veelvuldig gebruik van verschillende soorten filters. Deze filters hebben een bepaalde naam en om duidelijk te snappen waar het over gaat als we medium edge graduated filter noemen, willen we ze hier graag even toelichten en stuk voor stuk laten zien en ook even hun toepassing kort toelichten. De filters die we gebruiken zijn in verschillende categorieën onder te verdelen. Je hebt een groep, dat is het grijs verloopfilter. Dat zijn de eerste vier die hier liggen. Dan heb je het ND-filter, polarisatiefilter en als laatste behandelen we het natural night filter. De grijs verloopfilters zijn eigenlijk voor het aanbrengen van balans tussen de voorgrond en de lucht. Je hebt heel snel dat als je een foto maakt, als je naar de lucht kijkt en je fotografeert de zon, dan is de zon mooi uitgelicht en de voorgrond is te donker. Of net andersom, dan is de voorgrond goed uitgelicht en de lucht net te donker. En daarvoor gebruik je filters. Het wordt een grijs verloopfilter genoemd, dus er zit een verloop in het filter. In het Engels worden die dingen graduated ND-filters genoemd. Die filters zien er als volgt uit. Dit is een soft edge grijs verloopfilter en dat wil zeggen dat de overgang van donker naar licht is heel zacht. En een filter als deze kun je gebruiken in alpine landschappen, dus in de bergen, waarbij echt hele grote bergtoppen in je filter steken of in de lucht steken. En als je dit met een donkerder filter zou doen, zou je donkere vlekken op je bergtoppen en dergelijke krijgen. Het volgende filter in de categorie grijs verloopfilters is het medium edge filter. Hierbij is de transitie van licht naar donker nog steeds relatief zacht, maar harder dan bij het soft edge filter. Dit filter leent zich uitstekend voor het fotograferen van objecten die uit de horizon komen, zoals een molen en ook berglandschappen. Dit filter is eigenlijk ontwikkeld in samenwerking met landschapfotografen die de soft edge te zacht vonden en de hard edge te hard. Dan de volgende in deze categorie is, ik heb hem net al even genoemd, is de hard edge filter. Hierbij heb je een hele harde overgang tussen licht en donker. Het is echt een hele korte transitie en dit filter werkt vooral voor seascapes heel erg goed, maar zodra er objecten boven de horizon uitkomen, dan worden die ook meteen donker gemaakt. Omdat die transitiefase echt heel krap is. En dit is dus ook een filter wat heel snel fouten veroorzaakt. Zeker als je er niet heel goed mee om kunt gaan. En je plaatst hem niet goed, dan krijg je een lichte rand aan de horizon. Of het bepaalde objecten worden te donker. En eigenlijk daarom heeft Nissi in samenwerking met verschillende fotografen hebben ze een filter ontwikkeld wat makkelijker te gebruiken is en gebruiksvriendelijker is daardoor. En dat is de medium edge geworden. Dan als laatste in de categorie grijs verloopfilters is de reverse hard edge. En dat is eigenlijk een spiegelbeeld van het filter wat ik net in mijn hand had, de hard edge. En bij dat filter is wederom de transitie tussen licht en donker een harde rand. Maar ga je naar boven, dan wordt die weer lichter. En dit is een filter wat je tegen de zon in zou gebruiken, waarbij je aan de horizon de zon ziet. Maar zodra je iets hoger komt, zitten de wolken. En om dan te voorkomen dat de wolken heel donker worden, heb je de lichte kant aan de bovenkant. Dan komen we bij de volgende categorie en dat is de categorie ND-filters of grijsfilters. Dat zijn compleet donkere filters en de functie daarvan is het vertragen van de sluitertijd. Dus eigenlijk je zet een bril voor je lens en daardoor kun je midden op een dag of tijdens zonsopkomst of zonsondergang een langere sluitertijd maken. Zonder dat je je diafragma of wat dan ook hoeft aan te passen. Het ND-filter wat ik hier heb is de 10 stops. En je ziet dat die eigenlijk gewoon niet doorzichtig is. Het is een hele donkere plaat en die laat dus ook super weinig licht door. En de reden dat die zo donker is, is omdat je deze voornamelijk gebruikt voor het uitsmeren van wolken. En je kunt deze midden op de dag gebruiken om sluitertijden van meerdere minuten te behalen. Wat namelijk bij een ND-filter heel mooi is. En als je wolken fotografeert. En die wolken die bewegen op een bepaalde snelheid en je gebruikt een sluitertijd die net niet langzaam genoeg is, dan krijg je wolken die bewogen lijken.
En dat is eigenlijk niet heel erg mooi. En dan wil je dus een 10-stapsfilter gebruiken, omdat je dan dus echt een lange sluitertijd kunt doen, waardoor die wolken helemaal uitsmeren en waardoor je dus hele esthetische beelden krijgt. Daarnaast heb je dan ook nog een 3-stops of een 6-stops ND-filter. En het 3-stops dat gebruik je vaak bij dingen zoals watervallen of stromend bewegend water, waarbij je het water wel wil uitsmeren, maar niet te lang wil laten zijn, zodat het melkig wordt. En een 6-stops filter, persoonlijk gebruik ik die heel vaak rondom zonsondergang of zonsopkomst, omdat dan de 10-stops gewoon veel te lang is. Zowel tijdens zonsopkomst als zonsondergang heb je verval in het licht. En heb je dan een 10-stops en heb je een sluitertijd die je aanvankelijk hebt berekend op bijvoorbeeld 3 minuten, dan is als de zon ondergaat, kan het licht valt heel snel weg en dan zou je sluitertijd veel langer moeten zijn. Dus als je dan een 6-stops filter gebruikt, blijf je meestal gewoon nog binnen de minuut en is dat verval van licht niet zo heel erg sterk. Dus dan zou ik een 6-stops gebruiken. Dan een filter wat een van mijn absolute favorieten is. Het is een filter wat namelijk niet in post-processing te reproduceren is. En een filter wat super veel effect heeft op je foto. Dat is namelijk het polarisatiefilter. Het is een rond filter, omdat je die in je filterhouder schroeft en zijn werking berust op het draaien van het filter. Het filter zit in de filterhouder en je draait het rond met behulp van, in dit geval bij Nissi, een wieletje op de zijkant van je filterhouder. En op de basis daarvan zoek je de polarisatie, op de mate van polarisatie. Polarisatie wil zeggen dat licht heeft allemaal verschillende richtingen. En dit filter zorgt ervoor dat één richting wordt doorgelaten en dat de andere worden tegengehouden. En wat dat doet is dat haalt schitteringen op oppervlaktes, zoals wateroppervlaktes of planten, haalt het weg. Het is een variabel filter en het hangt af van onder andere de positie ten opzichte van de zon en ook de mate waarin jij de polarisatie wil toepassen. Later in de cursus zullen we hier veel verder op ingaan, maar voor nu is het gewoon handig om te weten wat de naam is van het filter en wat die doet. Het laatste filter wat ik graag wil noemen is het Nissi Natural Night Filter. Dit is een filter dat speciaal ontworpen is door Nissi voor nightscape en astrofotografen. De functie van dit filter is heel bijzonder. Zoals heel veel astrofotografen wel weten is dat eigenlijk altijd als je, zeker als je in Nederland woont, dan heb je overal light pollution of lichtvervuiling. En dit filter is speciaal ontwikkeld om die lichtvervuiling, dat gele licht, uit je foto weg te filteren. Het is dan ook een blauwig filter. En de enige toepassing van dit filter is dus ook 's nachts te gebruiken. Ik gebruik hem zelf ook vaak voor het fotograferen van het noorderlicht. Maar in Nederland zou je hem bij astrofotografie perfect kunnen gebruiken. En de vieze gele gloed die iedereen wel kent op astrofoto's, die filter je hiermee gewoon compleet weg. Daarom vind ik het een heel erg nuttig filter en wil ik hem hier ook zeker eventjes benoemen. Zeker omdat wij in Nederland zo'n dichtbevolkt land zijn dat er overal wel altijd kunstlicht is. En ook al sta je bijvoorbeeld in het Dark Sky Park in Lauwersmeer, je hebt altijd aan de horizon heb je bepaalde lichtvervuiling. En met dit filter kun je heel veel van die lichtvervuiling en zeker de vieze gele gloed die er vanaf komt wegfilteren.